Ik heb me altijd heel lang en ontzettend intensief met muziek bezig gehouden. In de 50e jaren waren Miles Davis en John Coltrane mijn grote idolen. Tot ik in 1963 van die intellectuele jazz afstapte, toen hier de eerste geluiden van de Rolling Stones doordrongen. En de hele 60e jaren door heb ik een voorliefde behouden voor dat rauwe, op de zwarte rhythm and blues geënte rock'n'roll geluid. Jongen, wat waren we enthousiast toen. Vrienden opbellen. Heb je hem al gehoord? De nieuwe Jimi Hendrix is uit. De hele dag muziek op en tot diep in de nacht op je huurkamer met je koptelefoon op. Mooie tijden. Een paar jaar geleden kreeg je nog een opleving met de punk. Ik hoorde dat op de radio. Ik vond het inhoudsloos lawaai. En langzamerhand groeide bij mij het besef dat ik mijn greep op de tijd aan het verliezen was. Die tijd haalde mij in. Ik was niet meer helemaal van deze tijd. Dat is een raar gevoel. Doet ook een beetje pijn. Tot vorige week dinsdag. Toen plofte namelijk de Volkskrant in de bus en ik zag het bericht al op de voorpagina. Naast het verleden van koningin Wilhelmina. De police bereikt pijl van Stones. Gauw opgeslagen, een heel groot artikel van Ellie de Waard. Muziek bepalend voor deze tijd. Klasse van de police van Stones niveau. De police, de eerste groep sinds 15 jaar die niet alleen de klasse van de Stones heeft, maar ook die scharnierfunctie in de ontwikkeling van de rock. De muziek is zeer geconcentreerd, heftig en toch gepolijst, helder en ingewikkeld tegelijk. Zonder verveling beluisteren, spreekt gevoelsmatig aan en geeft intellectueel plezier. Een zeldzame combinatie. En toen de Haagse Post van die week, vorige week, naast het afscheid van Brezhnev, ook nog eens het succes van de police bracht, toen ben ik toch weer eens naar de platenboer gestapt. Ze hebben nu twee platen uit, de police. De eerste was Outlanders d'Amour en de tweede Ragueta de Blanc. Ik vind ze alle twee even uitstekend. Ik wou om een stukje te proberen laten horen van Ragueta de Blanc. Dat is het bandje 2 van kant 1. Het goede van de police is dat ze een verbinding leggen tussen de reggae en de punk. Even kijken. Het eerste nummer, dat is Message in a Bottle. Dat is ook een fantastisch nummer. Maar ik wou eventjes dus dit. Wonderbaarlijk bewegende instrumentale onderbouw met daarin asymmetrische accenten. Hoor, die bas. Dat zijn de reggae-invloeden. Daar vallen een soort stiltes, een gaten in dat baspatroon, die worden ingevuld met een vernieuwde rock'n'roll energie. Ding, 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 ding